Booga, booga. Brawl Stars, dames en heren. Ja hoor, hier zijn we weer. Oké, even zien hoe ik dit ga doen. Want ik heb mijn telefoon aan de lader liggen. Ik heb een microfoon voor mijn snuit. Maar als het goed is, wordt mijn audio nu wel opgenomen. Oké, in ieder geval, jullie kunnen het zien. Ik heb niet stilgezeten, dames en heren. Ik heb ook flink wat kisten opgespaard. Maar ik ben in één dag van 0 trofeeën naar 1700 gegaan. Bro, ik weet niet wat normaal is, maar volgens mij is dat heel erg snel, oké? Want ik heb best wel veel zitten spelen. Oké, dit zijn mijn knokkers op dit moment. Ja, ik heb niet super veel. Hey, Daryl. Sinds wanneer heb ik die, joh? Bro, dat wist ik niet eens. Oké. In ieder geval, ik ben alles gewoon een beetje tot rang 10 aan het levelen, want op rang 10 krijg je die paarse munten, die sterpunten. Ja. Dus dat was ik de hele tijd aan het doen. Want ik kwam er al heel snel achter dat als je je kracht hoog hebt op een poppetje en uit weinig trofeeën, dat je fucking overpowered bent in die potjes. Want de meeste lage trofeeënpotjes zijn allemaal noobs. In ieder geval, ik heb mega veel gems. Als ik bij de 1800 trofeeën kom, dan krijg ik nog een grote doos erbij. Dus ik ga deze video sowieso doorspelen tot de 1800 trofeeën. En ik heb 23 dozen. 1 grote doos, nog 1 grote doos dus daarboven. En we gaan alles gewoon afronden naar 50 kisten uiteindelijk. Ik ga een paar mega dozen kopen en aardig wat grote dozen. Bro, we got this, oké? Maar eerst gaan we even een potje doen. I gotta show you my skill, man. Ik ben voornamelijk om snel trofeeën te pushen gewoon lekker in de edelsteen shizzle bezig aan het gaan. Maar dat is geen YouTube content, oké? Die edelsteen grot is boring as fuck. We gonna do some battle royale over here, man. Oké, brawl. Ik ben nog steeds die robot. Ik zeg je eerlijk, die robot is niet super chill om mee te spelen. Maar ik wil hem gewoon even lekker naar rang 10 helpen. There we go. Kijk, het probleem is, je bent zo ongelooflijk fucking squishy, bruh. Nee. Echt, in 2 schoten ben ik dood. Bruh, ik wil die krachtsteen hebben. Oké, let's see. Kan ik deze yeeten? Nee, die Shelly. Oh. Kan ik haar? Nee. Als zij close is zij zo dodelijk. Loopt zij nou in mijn poison? Oh, Bruce, hij is echt dom. Maar hij... Nee. Oké, nu ga ik waarschijnlijk dood. Come on. Leave me alone, man. Leave me alone. Nee. Oké, dit hebben jullie niet gezien. Dit knippen we uit de video. Of nee, toch niet? Hey, lekker wel weer even 32 van die dingen erbij. Oké, sluiten. Ik heb geen zin om weer deze guy te spelen. Hey, look at that. We hebben er ook weer een kist bij. Alright, zullen we de eerste 25 kisten gewoon openmaken? Fuck it. Let's go, man. Ik ga eerst deze gewoon spammen. Ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk nieuwe knokkers erbij, man. That's the main goal. Er zijn zoveel die ik nog niet heb. Ik bedoel, als ik een legendarische zou krijgen, zou best wel epic zijn, maar om heel eerlijk te zijn, verwacht ik dat niet. Ik wil die Sprout op zich wel krijgen, omdat dat een nieuwe is. Dat lijkt me wel geinig. En die Leon lijkt me ook mega chill, man. Want die kan onzichtbaar worden, volgens mij. Oké, in ieder geval, even zien. Ja, nee, het is allemaal whack. Wat is dit? Nee, boeit me niet. Het is op zich wel handig dat ik even lekker weer wat punten erbij krijg voor alle poppetjes. Want dan kan ik ze straks ook in krachtlevel omhoog yeeten. Oké, tot nu toe nog helemaal niks. Oké, dit zijn volgens mij ook niet de beste kisten. Come on. Give me something good, man. Nee, deze heb ik allemaal al. Hoeveel kisten had ik trouwens bij het begin? Volgens mij had ik 22 of zo. Ik had 23 van deze kleine dozen. Ja, als ik nu alles hier in de homepage openmaak, dan heb ik de helft gedaan van de 50 kisten. Alright, good to know, man. Niks, come on, please. Even zien, resterende items. Nee, volgens mij moet resterende items 3 staan. En dan krijg je een nieuwe knokker. Is dat het? Bro, ik heb alle dozen bewaard voor de video. Dus ik heb nog helemaal niet veel geopend. Ik heb misschien wel een paar mega dozen uit de shop gekocht voor 3 euro. Maar dat waren level deals, oké? Als ik dan hogere level werd, dan raak ik ze misschien kwijt. I don't know, man. Dus ik heb ze meteen gekocht. Ja, man. Ik ben helemaal geen nieuwe knokkers aan het krijgen. Wat is dit, joh? Bro, ik zit deze video om 12:30 s'nachts op te nemen, omdat ik die nieuwe knokkers nodig heb, man. Dan kan ik weer even lekker trofeeën pushen. Je weet zelf. Alright, nou, dat waren bijna alle gewone dozen. Geen enkele nieuwe knokker gekregen. Dat is teleurstellend. Oké, dan gaan we de grote doos openen. Daar zitten 3 items in. Betekent dat nieuwe knokker? Come on, please, man. Ja, fuck jou. Oké, we gaan deze grote doos ook nog openen. Come on, man, please. Nee, er zitten ook 3 items in. Oh! Wat is... Nee, no! Oh! Dat is een fucking legendarische, bro! Volgens mij is dat echt heel goed. Of tenminste, iedere keer wanneer ik filmpjes aan het kijken ben op YouTube, dan zitten mensen echt als meloten te schreeuwen in hun kamer. Bruh, Sandy. Legendarische knokker. Oh, my... Ah, damn! Dat is echt...
fucking chill volgens mij. Holy shit. Oké, okay, die zag ik oprecht niet aankomen. We gaan er meteen even uitproberen, man, bro. Even zien. Sandy. Yes, even proberen. Volgens mij is dit die ene die Stardust of zo schiet. Deze heb ik wel vaak gezien. Even koekeloeren. Ja, die schiet daarmee. En dat is gewoon ten alle tijde 840. Het maakt niet uit of je dichterbij staat. En wat is die special? Volgens mij zuigt dit alles naar het midden toe, of niet? Hij lijkt hier niet echt iets te doen. Hij zoogt ze niet naar binnen. Ik weet niet wat die ulti doet. Volgens mij kunnen die robots niet bewegen. Maar even zien. Selecteren. Yes. En solo showdown. Let's go. We gaan de andere 25 kisten straks nog wel kopen, hoor, dames en heren. Maar ik wil in deze video ook naar 1800 trofeeën pushen. Dus let's play a game, man. Ik wil deze even uitproberen. Dit is mijn eerste lege... Of nee, is dit legendarisch? Mythisch? Hoe heet dit? Oh nee, mythisch is die ene aan het beste. Joch, hou nou even op met je schoten raken. Dit is heel vervelend. Bro, wat ga je doen? Ik heb hem. Ja hoor. Easy. Oké, snel. Snel, snel. Nee. Nee. Oké, let's go. Move in. En eruit, en eruit, en eruit. Oké, easy. Bro, hier staan allemaal van die kisten, joh. Ik heb al bijna 5 van die dingen. Hoe heet dat nou? Krachtpunten? Ik ga het gewoon krachtpunten noemen. Ik weet niet hoe het heet. Maar wat heb ik nou aan mijn special dan? Dat is gewoon een soort tornado of zo die alles naar het midden toe zuigt. Bro, ik weet het niet. Hoezo zijn hier zoveel kisten? Oh, ik doe mijn special. Let's go. Ik doe het. Maar er gebeurt niks. Wat is dit? Oh, nu ben ik wel zichtbaar. Oh. Oh, oh, oh. Hou eens op, jij. Oké, okay, dat is wel handig om te weten. Jeetje, ik heb 8 van die dingen. Ik word onzichtbaar dus. Go crazy. Waarom loopt hij daarin? Bro, wat doe je? Go crazy. Hij is dood. Uh-oh, showdown. Nee, nu moet ik tegen deze guy. Hij heeft maar 3 punten. Ik heb 8 van die punten. Zou ik die 2 daar ook kunnen pakken? Nee, dat is te ver weg. Hij gaat voor. Deze guy. Hij gaat er gewoon voor. Oké. It's pretty easy. Not gonna lie. Easy game. Oi, oi, oi. Lekker weer wat tokens erbij. Alright. Ik had net dus al 25 dozen geopend, hè. Laten we er nog even... wat zullen we eens doen? 5 bij openen snel. Ja, 5 kan wel. Dan zitten we daarna op 30. Dus dan moet ik nog 20 erbij kopen. Oké, Penny, Bull en even zien Shelly. I don't give a shit, man. Give me another legendary. Even zien Bull, Poco en Gold. En nog 5 gems erbij. Dat is best wel nice. Alright, nog 3. Let's go, man. Rosa, Brock, Poco. Alright. En nog eentje. El Primo, Poco en Jesse. Oké, okay, en de laatste. There we go. Oh, lekker wat tokenverdubbelaars erbij. Dat is ook altijd wel handig. Alright, man. Ik moet nog 40 trofies erbij voordat we bij de 1800 zijn. Dus ik ga gewoon lekker nog een potje spelen. Als ik weer eerste wat, dan hebben we er weer 10 punten bij. So that's pretty nice. Oké, deze kist is van mij. Thank you very much. Oh, komt een Joch aan. Nee, Joch, laat me met rust. Ja, je mag hem hebben op donderen. Nee, laat me met rust. Wat doet dat, joh? And you dead, man. Thank you very much. Sorry, ik was een beetje stil, want ik was geconcentreerd. Maar, laat me met rust. Ga weg. Oh no. Sandstorm, let's go. Waar ben ik? Waar ben ik? Waar ben ik? Daar ben ik. Bitch. Nog 1 shot, nog 1 shot. There we go. Oh, bro. Kijk hoeveel kisten daar staan. Nee, 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 nee. Laat me met rust. Oké, ik ga hier even onzichtbaar. Boom, boom, boom. What you gonna do, man? Uh-oh. Ik ben sowieso fucked. Of niet? Gaat hij achter me aan? Hij gaat niet achter me aan. Oké, top. Deze guy kan ik wel hebben. Bro, 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 bro. Ik moet onzichtbaar. And here we go. Showdown. Ja, de laatste. Ik had 68 HP en toen ging ik onzichtbaar. Oh my god, wat een clutch. Heerlijk. Oké, we gaan nog even een potje doen. En hierna kunnen we dan wel even 10 kisten of zo openen. En dan op het einde doen we gewoon lekker alle megadozen. Alright, er gebeurt van alles om me heen. Even zien, ik wil gewoon deze doos nu hebben. En ik ga nu naar boven. Want het ziet er hier gezellig uit. Oeh, laat me met rust. Pak die doos maar. Ja, ga maar lekker voor de doos, joh. En, come on. Come on, come on, come on, come on. Ja, hij is dood. Sowieso dood. Nee, 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 nee. Het was me net iets te druk. Ik ga even onzichtbaar worden. En... let me just kill steal. Oh, nee, 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 nee. And there we go. Dat was wel close. Hoezo heb ik maar 2 krachtpunten? Bruh, er waren letterlijk 4 of 5 mensen daar. Die guy heeft 4. Oh my god. Don't jump on me, man. Oké, okay, I go invisible right now, yes? And then I shoot you. Oké, okay, no. I go back to invisible mode, alright? 4 mensen over. Man, I got this, dude. Hey, oh, oh, oh. Ik zie kills. Kill stealen. Let's go. Nee, 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 nee. Oh, hij sloopt me ook nog bijna. Nee, come on. Oké, hij is neer. Oh, het is showdown. Laat me met rust. Ja, hij kan niet bij me. Hij kan niet bij me. Ik kan hem gewoon lekker kiten nu. Boom, boom, boom. En ik kan onzichtbaar worden.
Boom, boom, boom. Alright, ik ga even healen. Hoeveel krachtpunten heeft hij überhaupt? Hij heeft 4. Oké, dan ben ik in het voordeel. Kijk dan. Ja, joh, dit kan ik onmogelijk verliezen. Hij kan niet bij mij in range komen. Kijk, poep, poep. Dan word ik even onzichtbaar. Poep. And it's over. Thank you very much. Oeh, er staat ook 1 megadoos in de shop voor 60 gems. Oké, die gaan we eerst doen. Fuck it. Let's go. Megadoos. 300 gems. 10 boel. Barley, Brock, Colt. En iets nieuws, please. Oh, nee. We krijgen nog wel 2 bonuses. Alright, man. Geen nieuwe knokkers. Ja, fuck. En we gaan nog 9 grote dozen doen. Even zien. Eerste. Alright, alright, alright. Ik wil gewoon nieuwe knokkers hebben, man. Hey, 20 Sandy. Nice. Die kan ik nu level uppen. Dat vind ik op zich wel chill. Oké, dit was de 3e, geloof ik. Bro, ik ben nu al de tel kwijt. Oké, 4e. En nog steeds weer geen nieuwe knokkers. Oké, dit is nummer 5. We krijgen wel de tijd Sandy erbij. Dus dat is wel nice. Even zien. Nummer 7. Hey, 3 edelstenen er ook nog bij. Thank you very much, man. Volgens mij moet ik nog 1 of 2. Ik doe er nog wel eentje. Oh, fuck it. Misschien zat ik ook al op de 10. I don't know, man. Nieuwe knokker? Nee, Daryl. Fuck off, man. Nee, in de vorige video heb ik 100 euro aan dit spel uitgegeven. En ik heb nog maar de helft van de gems over. Bruh. Oké, het chillen is... Ik kan nu wel Sandy lekker even upgraden. Let's go. Oké, 2 keer. Prima, Jima. Selecteren en gaan we weer. Oké, ik moet gewoon even 1 potje winnen. En 1 potje, weet ik veel, 5e of zo worden. Of 4e. En dan krijg ik er volgens mij nog een grote doos bij. En dan gaan we nog een paar grote dozen uit de shop openen. En ook nog wat megadozen. Of hoe die het ook maar heet. Wacht, ga ik nu gewoon letterlijk alles hier in het midden krijgen. Bro, als deze mensen mij dit gewoon gunnen, dan ben ik binnen. There we go, man. 5 krachtstenen. Oké, nou, dit potje is dan al in de pocket. Let me grab that one real quick too, man. Oh, you wanna fight? Oké, let's fight. Schiet maar. Blijf maar lekker schieten, joh. Hoppa. Oh, El Peligro. Of hoe die ook mij heet. What you gonna do, man? Wat ga je doen, makker? Ja, ren weg. Goed zo. Oh, je zit in een hoekie. Oh, no, bro. Oké, ga ik even onzichtbaar. Oh, waar ben ik? Waar ben ik? Waar ben ik? Waar ben ik? Boom. En boom. En you dead. 9 krachtstenen, man. Ik iedereen echt hier fucking hard. Kindvriendelijke content, dames en heren. Oké, we zien de laatste 2 zijn daar aan het vechten. Oeh, die laatste knol heeft ook best wel veel krachtstenen, hoor. Oké, hij gunt mij wel gewoon dat 10e steentje. En dat vind ik ook gewoon aardig van hem. Hij zegt gewoon zo van, yo, jij krijgt die grote voorsprong. And there we go. De winst is binnen. Oi, oi, oi. Ik hoop dat ik straks wel even wat nieuwe knokkers krijg met die megadozen, hoor. Ik bedoel, het is heel chill dat we meteen een legendarische knokker krijgen. Maar ik wil gewoon de andere standaard knokkers ook wel hebben. Zeg maar, degene die helemaal niet zo belachelijk zeldzaam zijn. Ja, oh nee, wat ben ik aan het doen? Kan ik deze guy killen? Ja, ik denk het wel. Als ik hem gewoon op afstand hou. Boom. En boom. And there we go. Ik kan onzichtbaar. Come on. Yes. Alright. Oh, ik denk dat ik dood ben. Of niet? Nee, ze loopt weg. Oh, onzichtbaar, onzichtbaar, onzichtbaar. Oké, ja, ik laat haar wel wegkomen. Ik pak deze doos gewoon. Oh, fuck. Oh, no, oh, no, oh, no. Oké, ik heb het overleefd. Afstand blijven. Op afstand blijven. Lekker healen. Gaan we voor die clean sweep? Come on. Onzichtbaar. Yes, yes. En clean sweep, babe. Oh, dat was mis. Clean sweep. Oh, nee, 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 nee. Ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood. Oké, leave me the fuck alone, man. Wacht, hoeveel? Oh, nee, die guy die heeft 7 krachtstenen. Oh, ik moet die krachtstenen daarboven hebben. Nee, dit zijn mijn krachtstenen. Broer. Opnokken. Mijn krachtstenen. Oké, ik weet niet hoe de fuck me dit gelukt is. Maar nu is het 6 tegen 7. Dit moet ik toch kunnen winnen? Oh, nee, onzichtbaar. Nee, wat is dat? Wat doet die robot überhaupt? Die schiet met fucking kauwgomballen of zo. Nee, maar dit is prima, Jima. We hebben die doos gewoon binnen. Dus there we go. Grote doos. Oh, very nice. Alright. En hebben we deze ook nog. Oké. En dan moet ik nog 8 andere dozen openen. Hoe gaan we dat eens even verdelen? Laten we sowieso beginnen met 3 van deze doosjes. Oké, come on, please. Geef me gewoon een nieuwe knokker. Nee, 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 nee. Come on, nog een doosje. Knokker, please. Ah, fuck off, joh. Alright, we doen nu even een megadoos. Ik moet er niet zo snel doorheen klikken, denk ik. Come on, nieuwe knokker. Nee, 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 nee. Oké, dan moeten we gewoon nog maar een megadoos. Ik wil gewoon nieuwe knokkers hebben, man. Stil al mijn geld maar, joh. Rotspel. Come on, please. Ah, fuck. Oké, we kopen gewoon nog een megadoos. Het kan me helemaal niks schelen. Nee, nee, nee. Kom op, doe het. Nieuwe knokker. Ah, come on, man. Hoezo gunt dit spel een boy niet even wat nieuwe knokkers? Nou, ik moet nog wel 1 kopen dan. Oi, 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 gaan we weer. Nou, munten, brok, gold. Oh, wacht, er zijn best wel veel resterende items. Volgens mij is dat een goed voorteken. Oh, dat is de eerste nieuwe knokker.
Jackie. Okay. I'll fucking take it, dude. Ik ben blij met iedere nieuwe knokker. En nog eentje. Bro, een epische Bea er ook nog bij. 3 nieuwe knokkers in 1 video. Helemaal top. Okay. Holy wat is dit een kist, joh. Moet je kijken wat er allemaal in zat. Alright, ik heb echt bijna geen edelstenen meer over. Maar ik geloof dat ik nog 1 kist moet doen. Dus we doen nog even 1 grote doos erbij. Boom, boom, a boom. Dames en heren, ik ben tevreden. We hebben een mythische erbij gekregen, een legendarische en een zeldzame. Nou, die zeldzame kan me helemaal niks schelen. Maar die mythische en die legendarische, very happy. Okay, even zien. Upgrade, there we go. Sandy heeft nu een krachtlevel van 4. Alright, alright, alright. En die nieuwe die we gekregen hebben. Nee, deze is niet zo interessant. Oh, dat is die Bea. Very nice. Okay, heel gauw even first impression. Volgens mij is dit diegene die met die hele lange dart schiet. Ja, dat is deze. Okay, I already know this champ, man. Oh, als je hem op het allerlaatste puntje raakt, dan doet hij 2k. Look at that. De ultieme stink van long damage. Boom. Of is dat gewoon de zoveelste attack die je doet? Want sommige darts zijn een andere kleur. Ja, zie je dat? Eentje is blauw. Nu is hij geel. En nu is hij weer blauw. Alright, en wat is de special? Alright. Pretty cool, man. In ieder geval, dit was het voor deze video. Vind je Brawl Stars leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Doe dat dan ook eventjes. Ik bedoel, hallo. Beste Brawl Stars YouTuber van Nederland. Ja, die titel verdien je niet zomaar. En als iemand dat doet in 2 video's, dan is dat toch wel een abonnee waard. Ik vind van wel. Hey, dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.